Alphen opent de nieuwe brug over de Nevegul in de Maas. Het is de kers op de taart voor dit grote natuurproject. De brug die nu gebouwd is, kan bij hoogwater zelfs helemaal onder water komen te staan. Dat is misschien wel de enige brug in Nederland die dat kan overkomen. En verder in het nieuws vandaag, wereldprimeur voor Radboud UMC met supermicroscoop en slakermuziek in de vorm van een gezelschapsspel in Groesbeek. Zand, klei en grind winnen voor de bouw, extra ruimte creëren voor het afvoer van het water van de Maas en een ruim 7 kilometer lang natuurgebied langs de oevers van de Maas. Dat is het project over de Maas bij Alphen in de gemeente West Maas en Waal. Het pontje tussen Alphen en Lid, de verbinding tussen de provincie Gelderland en Brabant, is gewaarborgd door een brug te bouwen over de toegangsweg naar dit veer. De nieuwe brug is vanochtend officieel geopend. De opening van de brug Veerweg Alphen-Lid is het laatste deelproject van het grote project over de Maas en wordt met deze opening hierbij afgesloten. De start van het project was al enkele jaren geleden. Dit is gestart in 2017 met gesprekken naar aanleiding van oproepen van bewoners om iets meer nog te kunnen doen aan ruimte voor de rivier. En uiteindelijk hebben wij overheden kunnen interesseren om een iets andere en iets langere brug te bouwen en iets bredere geul te maken dan afhankelijk was voorzien in het project. En daarmee extra ruimte voor de rivier hebben kunnen bewerkstelligen. En als provincie zijn we daar ook mee bezig. Naast het Rijk, dus beide provincies Brabant, Rijk en Gelderland hebben toen besloten van we vinden het een kans om dit project wat al in ontwikkeling was, te benutten, te gebruiken om hiermee ook zeg maar extra stukje waterstandsdaling te realiseren met deze verbrede geul en een extra lange brug. Ja. Het is een unieke brug geworden waarbij er rekening mee is gehouden dat hij ooit nog eens onder water kan komen te staan. De brug die nu gebouwd is, kan bij hoogwater zelfs helemaal onder water komen te staan. Dat is misschien wel de enige brug in Nederland die dat kan overkomen. Daar is ook rekening mee gehouden in het technische ontwerp. Dus hij kan je niet wegdrijven. Hij is op een bepaalde manier gefixeerd. En het leuningwerk kan heel snel worden verwijderd voor het geval dat we dat aanzien komen. Zo'n specifiek ontwerp kost natuurlijk wel wat en wordt door meerdere partners gedragen. Alles bij elkaar. Over de Maas had deze brug natuurlijk al gepland. Dus dat deel hebben zij ook letterlijk geïnvesteerd natuurlijk ook in deze brug. Hebben wij nog extra, zo'n pakweg 3 miljoen extra bijgedragen. Rijk, waarvan Rijk het grootste deel en dan beide provincies. Het project is zeker niet zonder slag en stoot verlopen. Er waren veel problemen te overwinnen. Tijdens de bouw ook veel tegenslagen gehad. Hoogwater. Op de meest ongelukkige momenten last van hoogwater en moest de bouw worden stilgelegd. We hebben last gehad van oeverzwaluwen die zich nestelden en waardoor we niet konden graven. We hebben heel veel moeite gehad om een middenpijler, het is een brug met een middenpijler, die heel diep gefundeerd is. Nou, er moest een droge bouwkuip voorkomen. Dit kregen we met heel veel moeite voor elkaar. Er moesten alternatieven voor worden bedacht. Maar goed, uiteindelijk hebben we al die tegenslagen overwonnen en staan wij nu zijn we nu klaar om hem feestelijk te openen. En we zullen maar zeggen de aanhouder wint. In Nijmegen hebben onderzoekers van het Radboud UMC een wereldprimeur. De eerste microscoop die levende biologische processen tot in detail kan vastleggen. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek naar medicijnen en het ontstaan van ziektes. Het is een doorbraak in de medische wetenschap. De eerste microscoop waarmee je levende biologische processen in ongekend detail kunt bekijken. Met deze microscoop hebben we eigenlijk een vrij breed spectrum van onderzoeken die we ermee kunnen doen. Maar de eerste experimenten waar we aan denken is het onderzoek naar hartklepverkalking. Volgens Sommerdijk is het van groot belang dat deze microscoop er nu is. Als je gezondheidszorg wil verbeteren, als je therapieën wil verbeteren, dan moet je heel precies begrijpen hoe processen in weefsels en cellen plaatsvinden, zowel in een gezonde toestand als in zieke weefsels. En zolang je die processen niet precies kent, kun je geen goede therapieën ontwikkelen. En daarom kijken wij in detail naar wat er gebeurt in die cellen, in gezonde cellen en in zieke cellen, om te kijken of wij daarmee informatie hebben waarmee we nieuwe therapieën kunnen ontwikkelen. De huidige technologie heeft Sommerdijk en een aantal andere wetenschappers aan het denken gezet. Maar nu zijn er in de afgelopen 10 jaar ongelooflijk belangrijke technologische ontwikkelingen geweest. Maar wij dachten,
nu zou het best wel eens kunnen. Dus toen hebben we besloten om met een groep wetenschappers in Nederland een aanvraag in te dienen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, om te kijken of we financiering konden krijgen voor de microscoop die we nu hebben. En daarmee zijn we dus nu bezig dit soort experimenten te doen. En het eerste experiment is gelukt en daar hebben we net over gepubliceerd. Sommerdijk hoopt dat naast het vinden van nieuwe technieken er ook meer onderzoekers met deze supermicroscoop kunnen gaan werken. We hebben hier specialisten die mensen kunnen helpen met het uitvoeren van elektronenmicroscopie-experimenten. Maar nog liever willen wij onderzoekers in Nederland opleiden om hier naartoe te komen, zodat ze zelf hun eigen elektronenmicroscopie-experiment kunnen uitvoeren. Het college van BMW in Overbetuwe heeft officieel toestemming gegeven voor de oprichting van de huiskamer van Driel. Een ontmoetingsplek die het hart van het dorp nieuw leven in moet blazen. Het project wordt gerealiseerd via een dorpendeal, waarbij de gemeente Overbetuwe, provincie Gelderland en stichting Samen Driel hun krachten bundelen. Samen werken ze aan een centrale en gasvrije locatie waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en deelnemen aan sociale activiteiten. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en het projectplan voor de inrichting en exploitatie van de huiskamer ligt klaar. Naar verwachting zal de nieuwe ontmoetingsplek eind 2025 officieel geopend worden. Per 1 januari 2025 krijgt Nijmegen haar eerste gemeentelijke ombudsman, Yvette Nas. Tijdens de raadsvergadering van 13 november benoemde de gemeenteraad haar voor een termijn van 6 jaar. Nas, momenteel plaatsvervangend ombudsman en jeugdombudsman voor Den Haag en Leidschendam-Voorburg, brengt ruime ervaring mee. De gemeenteraad hoopt dat haar aanstelling zal bijdragen aan een laagdrempeliger en toegankelijker klachtenbehandeling voor alle Nijmegenaren. De gemeente Overbetuwe maakt plannen om een opvanglocatie voor 300 vluchtelingen te realiseren als onderdeel van de landelijke verplichting onder de spreidingswet. Het college van BMW wil dat de opvanglocatie zich in Elst bevindt en stelt voor kaders en uitgangspunten vast te stellen die in januari door de gemeenteraad besproken worden. Bij de goedkeuring kan het locatieonderzoek in Elst beginnen. Daarna zal het college een voorkeurslocatie kiezen die opnieuw ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd. In het stationsgebied van Nijmegen komt over een tijdje een nieuwe Albert Heijn stadswinkel. Deze supermarkt zal deel uitmaken van het toekomstige gebouw, het nieuwe Met de Zwanen. De supermarkt komt tegenover het NS-station en het busstation te liggen. Een locatie die volgens de betrokkenen ideaal is voor stadsbewoners en reizigers. De bouw is al gestart en de oplevering wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2027. Tot die tijd zal de omgeving verder veranderen tot een nieuwe entree voor de stad. In Groesbeek worden er elk jaar slakers gemaakt voor het aankomende carnaval. Zo is er al sinds 1988 een slakerfestival in het dorp. En in al die jaren zijn er heel wat slakerliedjes verzameld. Van die nummers is er nu een Groesbeeks muziekspel, Slaker van Udjar, gemaakt en gebaseerd op het bestaande spel Hitster. In Groesbeek worden er elk jaar slakers gemaakt voor het aankomende carnaval. Zo is er al vanaf 1988 een slakerfestival in het dorp. Ik vind het, ja, weet je, er gaat geen feestje hier voorbij. Dat je om 11 uur 's avonds gewoon alleen nog maar slagermuziek hoort tot een uur of 1 s'nachts. En dan is het feestje meestal afgelopen. Dus ja, ik denk dat het wel heel erg belangrijk is. Het hele jaar door. In al die jaren zijn er heel wat slagerliedjes verzameld. Van die nummers is een Groesbeeks muziekspel Slager van het jaar gemaakt. Nou ja, eigenlijk met het spelen van het spelletje Hitster, dat lijkt er nogal veel op. Maar toen werd het keigezellig. Iedereen zong die plaatjes mee. Ik denk ja, we maken hier ieder jaar 40, 50 slagers. Waarom maken we niet van Groesbeek zo'n editie? Het Groesbeekse muziekspel met 333 Groesbeekse slagers en 33 sokmunten is afgelopen donderdagavond bij Spellencafé Het Vrolijke Bordje in Groesbeek gepresenteerd door de maker van het spel, Martijn Smierman. En dan moet jij zeggen uit welk jaar dat je denkt dat die komt, zeg maar. Dus je begint bijvoorbeeld met een liedje van Waarom niet, Kiek Dino. Dat komt dan uit 2018. En dan moet je zeggen, was hij ervoor of was hij erna? En als je hem dan op de goede plek neerlegt, dan mag je hem houden. Als je 11 kaartjes naast elkaar hebt, heb je gewonnen, zeg maar. Aan de grote speeltafel wordt het spel gespeeld door bekende slagerzangeressen en zangers, oud-prinsen en prinsessen, presentatoren en schrijvers van het Sukske en DJ's. Het spel is al erg populair. Nou, we hebben tot nu toe in ieder geval 190 reserveringen binnen.
Dus dat zijn echt ook wel allemaal carnavallisten die dat hebben gekocht. Om dat met de feestdagen met elkaar te spelen. Kijk, kerstliedjes zijn ook leuk, maar Groesbeekse slagers zijn wel veel en veel mooier. De strijd om de beste slagerkenner is al losgebarsten. Een hele hoop plezier, denk ik. Ja, ik denk gezellig keer met z'n allen spelen. Oh, ik niet, maar Bob is wel goed. Bob is wel heel goed. Ik denk niet dat ik... Ik kan wel inschatten waar ongeveer met jaartal precies zijn, zit er niet in. Nee. Maar Bob is wel beter als ik. Ja, net als vandaag kan de dag morgen starten met de nodige motregen. Rondom de intocht van Sinterklaas lijkt het erop dat we in onze regio geluk hebben. Hoewel er steeds veel motregen boven het land hangt, lijkt het erop dat we in de eerste helft van de middag het hier droog houden. Wel staat er een matige wind en wordt het niet warmer dan een graad of 9. Later op de zaterdag gaat het dan toch regenen en ook zondag zullen de nodige buien oostwaarts over de regio trekken. Tussen de buien door kan de zon zich even laten zien. Ook de nieuwe week gaat sterk wisselvallig van start. Er is van tijd tot tijd regen, afgewisseld met bewolkte perioden. Later in de week kunnen de buien ook een winters karakter krijgen. Dit was het RN7 regennieuws van vrijdag 15 november. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7-app. Morgen komt Sinterklaas weer aan in de regio. En om alvast een beetje in de stemming te komen, zie je nu de intocht van Nijmegen en Beneden Leeuwen van vorig jaar. En wij zijn er natuurlijk maandag weer. Dus voor nu een fijn weekend. Vergeet je schoen niet te zetten. En tot maandag.